Wat we wel weten is dat we sowieso al nog voor de COVID-19-pandemie, die we al een teruggang zagen in de economie, drop in sales voor de bedrijven die met name gefocust zijn op de lokale markt. En de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de wereld en voor Suriname, die versterken alleen het effect. En met name de toerisme sector is direct getroffen. De horecasector, onmiddellijk. Hotelwezen, inkomsten zijn bijna gereduceerd tot nul. De toeleveringsbedrijven aan die sectoren zijn onmiddellijk getroffen. En in de laatste weken zijn de ontwikkelingen, met name op het koersenfront, enorm geweest. Sluiten van winkels heeft zijn effect. Dus we zien onmiddellijk al dat bedrijven in problemen komen. Hoe groot en in welke mate ze kunnen recoveren, dat is nu nog te vroeg om te overzien. Maar dat wil in een hele moeilijke periode zijn in beland, dat is duidelijk. En om hoeveel bedrijven gaat het? Ik denk dat je nagenoeg alle bedrijven, met uitzondering van die bedrijven die gericht zijn op de export, en dan praten we natuurlijk over mining, oil en gas. En nog de reissector, maar als we kijken naar productie, handel, toerisme, dienstverlening. Ik denk dat er nagenoeg geen enkele industrie die ongeschonden hieruit komt. En staatsolie is nu extra moeilijk natuurlijk, met lagere olieprijzen. Kortom, hele moeilijke periode.